Ja, het is het laat een gemengd beeld zien. Je merkt heel duidelijk dat corona voorbij is. Dus je ziet dat mensen meer erop uitgaan, waardoor geweldsmisdrijven buiten. Het drank- en drugsgebruik, omdat we meer op pad zijn, toch wel gestegen is. Aan de andere kant, een heleboel overlastmeldingen die behoorlijk hoog waren tijdens coronatijdperk, die zijn alweer aan het dalen. Je merkt echt dat we bij wijze van spreken weer de draad hebben opgepakt uit 2019. En de opgave is natuurlijk om te zorgen dat niet een permanente stijging gaat worden. Nou, wat we in ieder geval altijd doen als de cijfers bekend zijn, maar dat doen we eigenlijk het hele jaar door, is dat we proberen te ontdekken of er ergens trends te zien zijn waar we ons zorgen over moeten maken. We zien ook dat het jaar 2019 voor ons een belangrijk en interessant jaar is, omdat het jaar is dat corona nog niet in Nederland was. Je ziet vooral dat de cijfers met betrekking tot personen met verward gedrag wat gestegen zijn. De drank- en drugsoverlast, met name in de horeca, stijgt. Nou, dat zijn zaken die houden ons bezig. Criminaliteit kan van alles zijn, maar wat viel de burgemeester nou eigenlijk het meeste op aan het rijtje met cijfers? Dat bijvoorbeeld bij personen met verward gedrag, dat het aantal overlastmeldingen had, echt gestegen is en ook veel hoger is zelfs dan voor corona. Dat is echt een hele opvallende. Die zien we landelijk. Daar is Nijmegen niet uniek in. Maar die valt me echt op. Ook omdat we daar niet echt een hele sluitende verklaring voor hebben. Waarom dat dan nu opeens zo weer gestegen is. Nadat het een tijdje aan het dalen was. Nou, de belangrijke opgave is dat we zorgen dat die mensen hulp krijgen. En die horen dus eigenlijk niet door de politie opgepakt of benaderd te worden. Het kost de politie niet alleen veel werk. Maar de mensen waar het om gaat, die worden daar niet geholpen. Dat zijn geen criminelen. Dat zijn mensen die gewoon zorg hebben omdat ze psychiatrisch een probleem hebben. Dus daar zit ook je belangrijkste oplossing. In 2023 wil de politie op de volgende manier omgaan met criminaliteit. Nou, als het gaat om waar willen we eigenlijk meer op inzetten, dan is een van onze prioriteiten gaat om digitale criminaliteit. En we willen eigenlijk inzetten op preventie en op repressie. Preventie is gaat het vooral om het weerbaar maken van de samenleving, weerbaar maken van de mensen in Nijmegen. Hoe je kan voorkomen dat je slachtoffer wordt van bijvoorbeeld bankdeskfraude of marktplaatsfraude. En repressie gaat er voor ons over dat we eigenlijk de pakkans van dit delict willen vergroten.